Wel, je bent in de kruisbessenproeftuin terechtgekomen. De naam proeftuin, proef staat tussen aanhalingstekens. Ik zal die eerst verklaren, omdat we eigenlijk mensen graag, omdat we zelf veel experimenteren met planten, uittesten van planten, ook zelf proberen nieuwe rassen te kweken. En anderzijds omdat we mensen graag confronteren met het met de smaak van de dingen, dus dat ze ze mogen proeven. Hmm. Vandaar proeft staat tussen aanhalingstekens. Ja. Dus we zijn geen officiële proeftuin, we zijn gewoon een privé-initiatief. Ja. Wij zijn hier in 92 neergestreken. Toen was de tuin totaal anders dan wat die vandaag is. Je ziet, we staan hier onder een liriodendron. Dat was een klein boompje dat wij geplant hebben in dat jaar. Een tulpenboom. Ja. Dus we hadden hier eigenlijk vooraan aan de langs de straatkant stond een grote boompartij. Die staat er nog. Min een paar, want er zijn een paar omgewaaid de voorbije jaren. Dan achteraan stond een grote ceder, dat we straks naartoe lopen. Een eik. En voor de rest hadden we hier duizenden vierkante meters gras. Ja, hoeveel in totaal? In totaal is het boven het half hectare. De tuin is iets over de half hectare, dus we hadden bijna 4000 vierkante meter gras. Dat is veel ruimte. Ja, veel ruimte. En dus ja, wij wilden eigenlijk een klein fruittuintje, groot fruit, moestuintje. Dus klassiek, hè, een plaatsje voor de kippen en de kalkoenen. En voor de kinderen de cavia's. Een heel klassieke tuin, jonge kinderen. Hè, schommel erin, en, ja, heel klassiek. En ik wilde gaan... Ik had in een vorige tuin eigenlijk al kennis gemaakt met ziektevrije stekelbessen. Dus die geen schimmel kregen. Omdat we waren eigenlijk van klassiek naar bio gegaan. En als we hier wilden komen wonen, ik had mij wel ingelezen, als bioloog plantkundige, had ik mij ingelezen aan de iets nieuw permacultuur. Dat kwam uit Nieuw-Zeeland, Australië, experimenten in Zuid-Amerika. Een paar mensen in Europa die daar ook mee experimenteerden. Dus ik dacht van, dat past heel goed bij mijn bos-ecologieonderzoek dat ik voordien nog gedaan had. En ja... Daar is het eigenlijk mee ontaard. Maar ik had zo'n strak idee van, ik zet een heel strak klein fruittuintje. Ik wil de natuur zoveel mogelijk ruimte geven. En ik ben daar in haagvorm beginnen kweken. Dat ga je straks wel zien. En ik had een rij voorzien voor wat we uit boeken kenden. De resistente rassen van stekelbessen die bestonden. We hadden er eigenlijk een tweede verzameld als we hier kwamen wonen. Dus we hadden er twee. En we dachten dat er een 12-tal bestonden. En dan heb ik noem dat altijd de pech gehad, van een goede kameraad te leren kennen, een Engelsman. En die kende verzamelaars in Engeland van stekelbessen. En ik ben die mensen beginnen contacteren, met brieven toen nog. En ik kreeg er heel enthousiaste reacties op. Ja, iemand, je kent dat zo van, een gooseberry, somebody who likes gooseberries on the continent. Woep, en ze stuurde stekken op. En dus mijn rijtje van 12 was direct te kort, want het eerste jaar, dus 92, 3, we hebben 92, 93 aangeplant, dus 93, 94 had ik al 60 variëteiten. En zo is het eigenlijk ontaard. En dan doe je eens mee met een open deurdag van veld. Ja. En dan zien mensen dat is het eerste week, dat is met de bioweek, eerste week van juni. Ja. Veel te vroeg om bessen, maar ze zien die bessen wel al hangen. En dan vragen mensen van, nou, het zou leuk zijn om die eens te kunnen zien als ze eraan hangen. En dan het derde jaar, denk ik, dat we meededen. Ik ben even een datum kwijt. Het veld heeft 1 jaar vrijgelaten dat je mocht kiezen wanneer dat je tuindeuren openzetten. Gewoon ook omdat veel roze mensen vonden dat het begin juni te vroeg was. Ja. En dat ze dus eigenlijk liever iets later hun tuindeuren openzetten. En dus hadden wij begin juli gekozen. En toen hadden we een blindproeverij opgezet. Maar. Gewoon dat mensen, wij plukten 12 rassen. En mensen moesten hun top 3 aanduiden. En zo is het eigenlijk gegaan. Ah, oké. En zag je, zag je dat er bij die top 3 een regelmatig zat? We hebben dat jarenlang volgehouden. Ja. Hè, want we zijn nadien, omdat we ook in tijdschriften gestaan hadden ondertussen, hebben we onze open deurdag vastgehouden. Hebben we wel altijd samengewerkt met veld, lokaal. Dat zijn boekenstand opzetten of de compostmeesters van de gemeente. Altijd wel zoiets proberen te doen met andere mensen samen. En dan kregen we steeds meer bezoekers en dan bleek dat uit die top 3, dat er eigenlijk een top 5 bestond. Het hing een stukje af van de rijpheid, welke dat er daarin zaten. Van wat we toen hadden, ondertussen is het gamma uitgegroeid. We hebben op het moment meer dan 200 rassen van stekelbessen, kruisbessen staan. En ik heb gehoord dat dat de grootste collectie van Europa is, klopt dat? Dat durf ik niet zeggen. Dat ga ik niet... Wat we weten wel, maar er zijn nog grote collecties. Dus ja. Ik heb dat nooit echt strikt vergeleken, maar we zijn een van de grootste in elk geval. Amai. Allee, dus als ik het goed begreep,
ben je gestart als bioloog. Je hebt een groot stuk grond gekocht met een huis van 4000 vierkante meter. En meer dan, ja. 5000. Of 5000 vierkante meter. Ja. En je hebt eigenlijk toevallig gerold in een ontaarde hobby, waardoor je een van de grootste collecties ooit hebt aangelegd. En nu zijn we eigenlijk 30 jaar verder. Ja. En ga je mij tonen wat dat er allemaal te zien is. Heel goed samengevat. Ja. Fantastisch. We gaan door.